Dylan en Tim zitten op de haven voor muziek en dans in Rotterdam. Dat is een vooropleiding voor het conservatorium. Wij zijn als Autofight begonnen in de zomer van 2007. Want ik had een optreden geregeld en mijn toenmalige band kon niet. Dus toen heb ik Tim en Dylan gevraagd om mee te spelen. Levi is de neef van Dylan. En toen hebben wij hem erbij gevraagd. En sindsdien hebben we een assist. Nou, we zijn aan een naam gekomen omdat Bas in een boardroom zat te klooien. Dus op MSN zegt hij tegen mij, ja, ik heb een leuke naam gevonden. Ik zeg, ja, wat is het dan? Ja, Autofight. Ik zeg, ja, wat is het? Ja, een plant die zichzelf voedt, een soort van doe-het-zelfer. Dus zei ik, ja, ik vind het best wel een leuke naam. En toen hebben we het ook aan Dylan en Levi gevraagd. Ik vond het ook wel goed. We spelen oude rock, zoals Led Zeppelin en Deep Purple. Maar ook de wat nieuwere alternatieve rock als Wolfmother en Arctic Monkeys. Wij houden van deze muziek omdat we zeg maar met deze stijl zijn opgegroeid. En ja, we hebben heel erg veel respect voor die bands. En dat het gewoon hele toffe muziek is. Nou, we zijn nu zeg maar nog heel erg veel bezig met coveren, omdat ze ons niet zo lang bestaan. Maar als we een nummer maken is het meestal zo van dat we zeg maar gewoon een riffje hebben. En dan maken we dan zeg maar een heel nummer op. En dan doen we alles een beetje erbij maken. Ja, zijn altijd een beetje melig als we een nummer maken. En dan krijgen we af en toe wel eens ruzie. Maar de volgende dag moet het gewoon weer goed zijn. Want alles is zonde van de band, van je vriendschap. Als je dan ook boos op elkaar blijft. Ja, ze kunnen alles maken. De volgende dag is toch goed. Ja, ik kan gewoon zo. Mag het toch weer goed. Auw. Ik had het weer. Ja, meestal maken we gewoon heel veel grapjes en heel veel lol. Maar soms is het ook wel heel erg serieus. Nou, bloedserieus. Nee. Ja, nee, eigenlijk nooit, maar. Voor ons is het belangrijk om wel eigen nummers te schrijven, want we zijn het cover een beetje zat. Want je hoort die nummers van de artiest zelf hoor je ook al tig keer. En dan moet je ook nog eens zelf tig keer gaan spelen. Nou, we hebben nog maar twee optredens gehad, maar we gaan er heel erg veel krijgen de komende tijd. Eentje in een week of zo. We oefenen dan één keer in de twee weken en dan oefenen we vrijdag op zaterdag en dan blijven we weer slapen. Dus dan kunnen we twee hele dagen gewoon bijna oefenen. Eerst was ik altijd wel nerveus voor optredens, maar het wordt steeds minder als je steeds meer gaat optreden en zo. En ja, je hebt altijd wel gewoon gezonde spanning. Maar als je eenmaal begint te spelen, dan zit je er wel gewoon in. En dan is het ook wel gewoon leuk. Ja, het is wel spannend. Omdat die mensen er ook gewoon van gaan vinden. Dat weet je dan ook nog niet. Maar meestal vinden ze het wel vet. En dan, ja, dat is wel leuk. Volgens mij willen we allemaal met de band eigen nummers sowieso schrijven. En naar het buitenland om daar bekend te worden. Grote festivals spelen en zo. Ik zou ook nog heel erg graag zeggen in een professionele studio echt alles opnemen. Nou, we gaan gewoon nog heel veel lol maken. We hebben sowieso al lol, maar het zal allemaal meer worden. Kap! Omhoog!